Hey mensen, het is je boy Mr. Blipsk. Welkom terug bij een nieuwe video en vandaag ben ik super hyped, want de trofeeën van Black Ops 4 zijn geleakt. We gaan ze allemaal eens samen overlopen. We hebben dus trofeeën over zombies in het algemeen, dus over 9, over Voyage of Despair en over de bonusmap Classified. Vergeet zeker even niet te abonneren op mijn kanaal, like de video als je ook super hyped bent. En klik op het belletje als je de laatste Black Ops 4 zombies nieuws niet wilt missen. Hier zie je dus wel degelijk dat deze persoon de Black Ops 4 kopie al gedownload heeft. Ik denk niet dat hij het al kan spelen. Hier zie je dat er 63 trofeeën zijn in het totaal van Black Ops 4 en de bonusmap Black Ops 4 Classified. En dus 53 voor Black Ops 4 zelf. En nog 10 trofeeën voor de bonusmap Classified. Laten we eerst de trofeeën overlopen van Black Ops 4 on disc zelf. De eerste trofee is My Home is the Arena. In 9, survive to round 20 without opening a gate. Dus in de map 9, overleef tot ronde 20 zonder een gate te openen. Deze klinkt dus voor zich, we hebben een spawn room challenge als trofee. Nice. De volgende heet Venerated Warrior. In 9, defeat the most venerated opponent. Dus in de map 9, vernietig de meest vereerde tegenstander. Ik veronderstel dus dat dat één van de bazen van die map zal zijn. Maar ja, we hebben verschillende bazen gezien, dus ja, welke is het dan? Ik denk persoonlijk dat het die baas zal zijn met zijn twee bijlen in zijn hand. Ik weet niet, ik heb zo'n voorgevoel. Op naar de volgende trofee, Skilled Adversary. In 9, have a challenge banner with all 9 medaillons. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee waar ze het hier over hebben, dus mocht iemand een idee hebben, laat het zeker weten in de comments. Op naar de volgende trofee, deze heet The Slaughterhouse. In 9, dismember 13 limbs in a single game while in the pit. Dus in de map 9 ontleed 13 ledematen in één game terwijl je in de put bent. Ik weet nu niet specifiek of we een put hebben gezien in de trailer. En hoe juist de ledematen gaan ontleden? Is het met de wapen? Is het met de melee wapen? We hebben nog geen flauw benul, maar dat zien we wel in 9 dagen. De volgende trofee heet Gong Like the Wind. In 9, defeat all 8 challengers summoned by a gong within 5 minutes. Dus in de map 9, versla alle 8 uitdagers die opgeroepen zijn door een gong binnen de 5 minuten. Nu in de trailer zagen we wel een paar gongs. Hier achter deze zombie zie je zo'n gong staan, daar rechts achter tegen de muur. Ik denk dat deze nodig zal zijn voor uitdagers op te roepen. Op naar de volgende TV, deze heet Gift of Circuit. In 9, acquire Circuit's Kiss. Ik heb totaal geen idee wat ze hiermee bedoelen. Ik weet ook niet of we het in de trailer hebben gezien, maar ja, zoals ik al zei, nog 9 dagen wachten en dan weten we het. De volgende trofee heet Here Kitty Kitty. In 9, kill a zombie tiger with a brain-rotted tiger. Bij deze weten we dus dat we een tijger moeten vermoorden met een andere soort tijger. Dus zo te zien zijn er 2 soorten tijgers. De volgende trofee heet Akidic Alchemy. In 9, get a kill with the acid trap in each of its craftable locations. Dus dit wil zeggen dat we in elke verschillende acid trap een kill moeten maken. Zo te zien moeten we deze trap zelf bouwen en zijn er dus verschillende. Op naar de volgende trofee. Deze heet Constellation Prize. In 9, kill 9 zombies with a single uncharged shot from the Death of Orion. Dat wil dus zeggen dat we in 1 ongeladen schot van die Death of Orion 9 zombie kills moeten maken. Maar die Death of Orion hebben we nog geen idee wat dat zal zijn. Zo te zien ziet het er wel een overpowered wapen uit. De volgende trofees zijn voor de map Voyage of Despair. De eerste trofee heet Abandoned Ship. In Voyage of Despair, complete the trial. Complete the trial, volgens mij is dat gewoon de Easter egg completen. Ik ben er niet zeker van, maar ja, het lijkt me wel zo. De volgende trofee heet Off the Deep End. In Voyage of Despair, survive to round 20 without draining the water. We moeten dus tot ronde 20 overleven zonder het water weg te laten lopen. Volgens mij is dat een moeilijke challenge, omdat als het water er nog is, kan je misschien de power niet aanzetten. Of als je het water niet weg laat lopen, dat je in een bepaalde ruimte blijft en niet naar een andere kan gaan. Dus ja, het lijkt misschien wel wat moeilijker, maar dat zien we dan wel. De volgende trofee heet A Little Pack Here, A Little Punch There. In Voyage of Despair, use the pack-a-punch at every possible location in a sin. Dus zo te zien hebben we meer dan 1 plek waar we kunnen pack-a-punchen. Dat is sowieso wel nice. Op naar de volgende trofee.
Rock, Paper, Plasma. In Voyage of Despair, kill 9 zombies via catalytic detonations in a single game. Ook hiervan heb ik totaal geen idee wat ze bedoelen met katalytische detonaties. Maar zwart, op naar de volgende trofee. I know a shortcut. In Voyage of Despair, take every fast travel path in one single game. Het ziet er dus naar uit dat we een soort van teleporters terug hebben, dat we snel van plek tot plek kunnen teleporteren, zal ik maar zeggen, maar dat is sowieso handig. Op naar de volgende trofee. Stoking the Flames. In Voyage of Despair, kill 3 stokers via weak point in a single round. Ik heb ook geen idee wat deze stokers zijn. Ik heb zo'n voorgevoel dat die zombies zijn dat eigenlijk in een zombie zit, zal ik maar zeggen. Die soort van mummy-zombies die je zag in de trailer van 9, maar daar ben ik niet zeker. Maar laat zeker weten wat jullie denken van die trofee's in de comments, boys. De volgende trofee heet Stowaway. In Voyage of Despair, spend 5 consecutive rounds in the cargo hold. Dus we moeten 5 rondes op 1zelfde plek overleven. Ik zou je anders tonen in de trailer welke plek dit is, maar ik heb geen flauw benul. De volgende trofee is Swimming with the Fishes. In Voyage of Despair, kill 50 zombies that are underwater in a single game. Dus dat spreekt voor zich, gewoon 50 zombies killen onder water. Deze lijkt me wel gemakkelijk. De volgende trofee is eentje voor Blood of the Dead. Deze heet West Side for Life. Nice trofee naam, by the way. In Blood of the Dead, reach round 20 without leaving the west side of the island. Ik denk dat ik dit niet moet vertalen. Dit klinkt voor zich. Ik weet natuurlijk wel niet waar de west side van het eiland zal zijn. Waarschijnlijk aan de westerkant. Duh. Maar ja, ik weet niet hoe groot die plek is. Dat zullen we wel allemaal zien. Maar ja, op naar de volgende. Die is terug van Voyage of Despair. Deze trofee heet Kraken Unfettered. In Voyage of Despair, kill 9 enemies in a single shot of the Kraken. Dit is waarschijnlijk sowieso weer een van de nieuwe wonderwapens. Meer kan ik er ook niet over zeggen. De volgende trofees gaan over Zombie Rush. De eerste heet Multiple Cities. In Zombie Rush, get your score multiplier up to 100. Oké. Dan de tweede trofee is High Score. In Zombie Rush, obtain a personal score of 250.000. De volgende trofee is ook van Zombie Rush. Deze heet Team Player. In Zombie Rush, obtain a team score of 500.000. Amai, dat lijkt me de moeite. De volgende trofee is terug eentje van Voyage of Despair. Deze heet Trialing Experience. In Voyage of Despair, acquire the Sentinel Artifact. Terug een nieuw wonderwapen volgens mij. Maar man, wij hebben echt superveel nieuwe dingen. Ik ben echt super hyped. De volgende trofeeën zijn allemaal van Blood of the Dead. De eerste heet Get Trick. In Blood of the Dead, kill the Warden with the Blunder Gat, Acid Gat en Magma Gat. Het ziet er dus naar uit dat we een nieuwe soort Blunder Gat hebben. Waarschijnlijk gaan we een paar stappen moeten doen om deze te upgraden. Maar die ziet er wel fucking vet uit. Ik weet niet of het dit model is, maar het ziet er wel super nice uit. Hopelijk is het zoals dit. De volgende trofee heet Historical Reenactment. In Blood of the Dead, equip Health Retriever, Spoon, Blunder Gat en Tommy Gun. Dus we moeten gewoon deze 4 dingen bemachtigen. Ik heb wel gehoord dat de Health Retriever wel geen tomahawk meer zal zijn, maar echt letterlijk een Health Retriever. Dus een soort hond van de hel. Zoals je de koppen had in de Mob of the Dead, de originele. Dat je bijvoorbeeld kan laten lopen zoals je had bij de multiplayer. Dat je ook zo'n hond kon laten lopen voor je. Maar de tomahawk is volledig weg. Op naar de volgende trofee. Deze is Hot Stuff Coming True. In Blood of the Dead, forge a Magma Gat. Dus dat is deze gun dat ik net getoond heb. De nieuwe variant op de Blunder Gat. Echt, ik ben echt zo benieuwd. De volgende trofee heet Match Made in Hell. In Blood of the Dead, complete a gondola ride with the Warden. Oh my god, boys. Dan gaan we terug die gondola hebben. Maar moeten we deze rit overleven met een Brutus erbij? Oh my god, rip. De volgende trofee ziet er echt wel interessant uit. Most Escape Alive. In Blood of the Dead, escape. Nu kunnen we eindelijk van dit eiland ontsnappen. Ziet er super nice uit. Wie weet is het weer met een vliegtuig. Dat zien we wel. Nu, de volgende heet Paranormal Patch-Up. In Blood of the Dead, revive another player with a shield. Ik weet niet precies wat ze hiermee bedoelen. Of je echt wel degelijk kunt reviven met een shield. Of dat je gewoon protect bent door je eigen shield en dan moet reviven. Dat weet ik nu niet, maar dat zullen we wel zien. De volgende trofee heet
Senseless Acts of Violence. In Blood of the Dead, kill 5 zombies with the Hell's Redeemer before it starts its return. Ik denk dat dat de volledige zin is. Maar zo te zien was ik wel mis over die lopende hond, maar is het zo te zien echt wel terug in beeld. Dus sorry voor mijn fout, maar het ziet er naar uit dat we sowieso de Tomahawks terugkrijgen. Sowieso ook nice. Op naar de volgende trofee. Throw a dog a bone. In Blood of the Dead, feed the wolfhead from the gondola, citadel, dat. De rest kan ik niet echt lezen. Maar zo te zien krijgen we de hondenkop terug die we waarschijnlijk moeten vullen met zombie zielen. Ja, nice om deze terug te zien. Op naar de volgende. Deze trofees lijken me iets algemener. De eerste heet Zombies 101 Complete the Zombies Tutorial. Zo te zien krijgen we een tutorial. Nice. De volgende trofee heet Jack of All Blades, Master of Guns. Level up all 8 special weapons to stage 3. Oké, nice om te zien. We kunnen ze allemaal level uppen in stages. Er zijn er dus 8. Dat wil zeggen die 4 van de Kale Story en 4 van die Eater Story. De volgende trofee heet The Doctor is In. Use PhD slider to fall 10 feet and kill 10 zombies at once. Oh my god. Dit klinkt echt zalig. Oké, dus PhD lijkt weer lekker op je. Super nice. Op naar de volgende trofee. Perkaholic Relapse. Acquire every perk in a single game. Oké, dus zo te zien kunnen we meer dan 4 perks in een game. Ofwel kunnen we ze gewoon switchen. Maar dit lijkt me echt top. Dit lijkt me echt top. De naam van de trofee alleen al. Op naar de volgende trofee. Deze heet Straw Purchase. Gift a mystery box wonder weapon to a teammate and have them accept it. Dit ziet er echt nice uit. Dus zo te zien kunnen we wapens delen. Dat ziet er echt... Klinkt echt vet, man. Klinkt echt vet. Nu overloop ik nog even de trofees van de bonus map Classified. De eerste trofee heet Primitive Strike. In Classified, kill 50 Nova 6 crawlers without letting them explode in a single game. Voor zover ik me kan herinneren, kon je dit doen met een regen. Misschien is het nu met een ander wapen, maar ik denk eerlijk gezegd dat de regen wel terug zal zijn. De volgende trofee heet The Highest Office. In Classified, reach round 20 without using an elevator. Dus weer terug een beetje van een spawn room challenge. Nice. Op naar de volgende trofee. Crawl for help. In Classified, while in Lost Taunt, use a teleporter and then get revived in a single game. Oké, deze klinkt nogal een beetje ingewikkeld, maar die Lost Stand zal zo wat het laatste moment zijn van je armor. Ik heb totaal geen idee. Op naar de volgende trofee, Step on the Gas. In Classified, kill 50 zombies while affected by Nova 6 crawler gas in a single game. Oké, deze trofee is dus ook redelijk makkelijk. Gewoon de zombies in het gas laten lopen en killen. Nu gaan we op naar de volgende trofee. Deze heet Cold War Remedy. In Classified, retrieve and equip the Project Scatty prototype. Oelala, terug een nieuw wonderwapen. Super chill. De volgende trofee heet Breaking the Ice. In Classified, shatter 115 zombies in a single game. Oké, dus deze trofee klinkt redelijk makkelijk. Gewoon 115 zombies killen. Dan de volgende trofee is Shock Value. In Classified, kill 115 zombies with electric traps in a single game. Dat klinkt ook voor zich. We hebben dus natuurlijk weer elektrische traps. De volgende trofee heet Power Struggle. In Classified, reach round 20 without turning on the power. Oké, dat is een no power challenge. Dat is ook wel leuk om te doen. Hopelijk is die map niet te moeilijk. Op naar de volgende trofee. Dit is de voorlaatste trofee. In Classified, complete 5 consecutive rounds while staying in the war room. Dit zal misschien ook wel nog redelijk te doen zijn. En dan nu als laatste trofee, Going Everywhere Fast. In Classified, use a teleporter 7 times in less than a minute in a single game. Oké, maar jongens, de video is lang genoeg geworden. Ik denk dat we iets voorbij de 15 minuten zitten. Sowieso allemaal bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het interessant vonden om al deze trofees van Black Ops 4 nu al te zien. Ik kan niet meer wachten. Het is nog een kleine of een dikke 8 dagen. En dan kunnen we er allemaal in vliegen. En ik zie jullie snel terug in de volgende video, guys. Peace!